De sfeer is ontzettend goed, zoals je wel kunt zien. Het gaat allemaal heel gemoedelijk aan toe. Mensen zijn lekker aan het dan wel aan het hangen, dan wel onderkomens aan het bouwen, dan wel aan het optreden, dan wel aan het vergaderen. Ja, want we zijn horizontaal georganiseerd, dus je moet ook met z'n allen veel kletsen om zeg maar eenduidig te besluiten wat je allemaal gaat doen. Ja, maar het gaat allemaal heel gemoedelijk aan toe en het weer is lekker, dus dat helpt ook mee. Waarom ik hier ben? Nou, omdat ik eigenlijk heel erg zat ben dat er een heel klein clubje mensen ontzettend veel profiteert van de natuurlijke bronnen die we hebben. En daar ontzettend rijk van wordt, terwijl er een hele grote groep mensen daar de dupe van is. En dat zie je hier zeg maar letterlijk in Groningen. Dat hier mensen gediscrimineerd worden, dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Doordat ze schade hebben aan hun huizen. En de NAM, zeg maar de mensen die het veroorzaken, die nemen hun verantwoordelijkheid niet. En dat is een fenomeen, dat zie je overal als het gaat om de fossiele industrie. En het is ontzettend belangrijk dat mensen nu zelf gaan opstaan en gaan zeggen van genoeg is genoeg. Het is natuurlijk altijd al uit en boze geweest om fossiele brandstof te gebruiken. Maar ja, het moet gewoon een keer afgelopen zijn en we moeten zelf het heft in handen gaan nemen om die industrie het hoofd te bieden. Ik zou de Groningers mee willen geven om door te gaan. En de strijd die zal waarschijnlijk nooit helemaal stoppen. Maar we moeten door blijven gaan en we moeten als beweging blijven groeien. Dus sluit verbindingen en dat doen we hier tijdens Code Rood. Er zijn ontzettend veel Groningers. Ik zelf ben eigenlijk één van. Ik ben geboren en getogen in Groningen. En ja, en we moeten die verbinding aangaan met elkaar. Dus zowel Groningen als met de rest van het land, als Nederland internationaal. Zodat we echt een sterke, eenduidige klimaatbeweging kunnen worden. Zowel voor klimaatgerechtigheid als sociale gerechtigheid. En zodat we echt een duurzame toekomst tegemoet kunnen gaan.